Vandaag gaan deze 8 kijkers een mega groot politiebureau bouwen. Ik ben namelijk een topcrimineel die hier de bank wil overvallen. Zou het mij lukken om al het goud uit de kluis te stelen zonder daarbij aangehouden te worden door de politie? Klik nu op dat blauwe duimpje omhoog en abonneer gelijk op mijn kanaal. Want anders komen mijn kijkers jou straks ook nog aanhouden en dan zit jij voor altijd vast in dit grote politiebureau. Jongens en één enkele dame, zijn jullie er weer klaar voor om het volgende bouwwerk te maken? Vorige keer was het de gevangenis, daarvoor was het... Oh nee, trouwens, vorige keer was het leger. Daarvoor was de gevangenis. Zijn jullie klaar om een politiebureau te maken en mij als goede dief weer aan te houden in deze situatie? Ja. Nee. Ja. Oh, ja, nee, zeker. Ja. 100%. Hebben jullie al een reden waarom ik word aangehouden of? Stelen. Nog steeds kaas stelen. Ik wil een ander verhaal dan kaas stelen, oké? Want ik wist het echt niet eens kaas, dus... Schimmel kaas stelen. Wel gesmolten kaas? Mogelijk. Oké, we weten het al. Veel succes met het bouwen van het politiebureau. Je ziet er goed uit allemaal. En hebben jullie nog wat te zeggen? Je wordt gekregen. Ik van kaas. Ja. Oh, ja. Let's go. Jongens, we staan hier in mijn dieven-outfit in een of andere rare, sketchy ruimte. Ik ben ready. Ik ben ready om in te breken of te ontsnappen. Weet ik veel wat we allemaal gaan doen. Er is helemaal iets gemaakt. Ik weet ook niet waar ik ben. Het is een of andere raar busje hier en een gekleurde muur en haha. En twee rare... wat zijn het? Gasten in een, ik denk een rare groene plantjesruimte. Jullie weten allemaal wat het is. Hallo? Hallo. Hallo. Wat doet hier? Ik weet niet, ik kwam binnen. Ik heb dit gevonden, deze plek. En het rook lekker hier, dus ik dacht, ik kom hier naar binnen. Ja, ik ben de vastpro. Ja, dat lees ik. Oh, ja. Ja, oké. Okay, maar welkom in ons hippie hideout. Oh, daar staat HH zeker ook voor. Hippie hideout. Ja. Oké, en jullie zijn, wat zijn die met z'n tweeën aan het doen met deze doodnormale planten? Ruiken. Ze ruiken lekker. Ja. Ze ruiken lekker, ja. Ik zou niet te hard ruiken als ik jullie was, want dan worden jullie nog rarer dan wat ik jullie nu al vind. Maar, ja, dat is zo hè. Maar mag ik hier komen of moet ik gaan of zo? Of, want ik liep hier gewoon naar binnen. Ik denk dat ik je beter aan jou kan vragen. Nu je hier toch bent. Ja? Wow. Ja, je hebt denk ik te hard aan die plan geroken, of niet? Wij hadden als plan om in het stadje hier verderop. Ja? Een bank te gaan beroven. Hoezo zeg je dat tegen mij? Ik heb misschien nog wel bivakmuts op, maar dan ga je toch niet gelijk tegen iemand... letterlijk die jullie hideout, jullie basis binnenkomt, gelijk jullie plan vertellen. Ja, maar je weet het. Dus je hebt iets voor ons te doen voor je vrijheid. Dus Ik snap er helemaal gereed van wat je zei, maar ik ga akkoord. Let's go. Let's go. Ik wil een bank overvallen. Ik vind het prima. Ja. Ik wil geld. We gaan dus zo met ons busje naar het stadje rijden. Ja? Ben je buiten adem? Of hoe zit het? Ja, dat is een heel vredig stadje. Oké. Met allemaal leuke mensen. Ja? Maar daar moet jij wel wat dingen gaan doen voor ons. Dan kunnen wij ook wel apart van jou wat dingen gaan doen. Prima. Ik vind het goed. Ik wil prima een bank overvallen of dingen doen met jullie. Jullie zien er gezellig uit. Alleen, misschien iets minder aan die groene plantjes ruiken, want het maakt jullie een beetje vaag. ga jij maar lekker ruiken. Oké, let's go, zou ik zeggen. Ja, ik heb hier een boekje voor je. Ja. Alle dingen die jij zo in het stadje moet gaan doen. Ik moet alleen gaan? Ja. Je zegt dat wij gaan een bank overvallen. Het begint nu echt gelijk op jij gaat de bank overvallen. Wij kunnen ons niet zo heel goed concentreren. Dus ik ga denk ik als ik het doe toch liever zonder jullie dan met. Dus kom maar met het boekie. Ja. Oké, en ik heb ook nog iets anders. Hier een walkie-talkie. Hiermee kunt u ons oproepen. Oké. Okay. Voor als je hulp nodig hebt. Of als we iets moeten afleiden. Of een... Is goed. Mooie walkie-talkie. Ja, mooie. Ja, het ziet er goed uit. Ik zal hem even hier leggen. Oké, ik moet ik met het busje gaan? Ja, laten we gaan. Oh mijn god. Ja. A few moments later. Zo, wat een lange reis, hè? Ja. We zijn hier in een prachtige stadje. Met, ik zie wel gelijk een politiebureau. Ik weet niet of dat... Dat is bijzaak. Dat heb ik zo wel. Nee, oké, maar meer als in... waar is de bank? Hey.
Ja. Grote Anne. We kunnen maar... u wel een beetje rondleiden, maar daarna moeten we wel weer verder met onze business. Ja, ik wil het ook wel zelf uitzoeken hoor. Ja. Ik bedoel, ik heb niet zozeer rondleiden nodig. Dat vond ik wel goed. Dat is ook prima. Een lantaarn, die kan je bij je houden, want soms is straatverlichting niet goed. Ik zal hem op mijn hoofd zetten, zo. Wij gaan even terug naar de hippie hideout onze dingen doen. En dan... je hoeft niet eens te ontkennen, ga maar lekker plantjes beruiken met z'n tweeën en zo. En doe je er echt gewoon bak beroven. Ja. Oké. Succes. Dat komt goed. Doei. Joejoe. Oké, jongens, we zijn hier in de grote stad aangekomen en ik zie... Oh mijn god, de bank is naast het politiebureau en dan willen ze dat ik de bank ga overvallen. Wat is dat voor... Dat is toch niet over nagedacht? Dit is een super beveiligde bank waarschijnlijk, zeker naast het politiebureau. Oké, maar laat ik eerst even, voordat ik de stad ga onderzoeken, mijn benodigdheden lezen, wat ik nodig heb om de bank te overvallen. En ik heb de walkie-talkie, daar ga ik nog even niet op praten. Laten we even lezen wat we nodig hebben. Kluiscode in archief... Of archief 2. Koevoet ventilatieschacht. Oh, dat is waarschijnlijk waar ik het kan vinden. Oké, Koevoet in de ventilatieschachten. Schep in de verhoorkamer 2. TNT in de bewijskamer. En frikandelbroodje in de... Waarom een frikandelbroodje? Ik heb helemaal geen zin in een frikandelbroodje. En pagina 2 is leeg. Oké, laten we beginnen. Wacht even, trouwens. Waarom? Ik moet het politiebureau ingaan. Oh mijn god, wat is dat creepy. Ik zie daar iemand onder de... Ik zie daar iemand in de put. Kijkt hij me aan of... Weet ik niet. Het lijkt wel alsof hij me aan... Nee, hij kijkt me niet aan. Oeh, wat creepy. Maar... Laten we eerst even ergens heen gaan waar ik wel gewoon naartoe kan. Alleen alles is voor mijn gevoel in het politiebureau. Oh mijn god. Nou, laten we dan maar eerst even de stad bekijken. We hebben hier gewoon een huis. Nou, dat zijn gewoon woonwijken. Ik hoef niet mensen in huis in of zo. Dus laten we daar maar even mee wachten totdat... Oh, wat is dit creepy? Oh mijn god, daar is er ook nog één. Dit is Elite Pester. Die kon er niet bij zijn. Die is in de put gesprongen. Oké, dit is de bank. Laat ik eerst gewoon even in de bank zelf kijken. Ik wil überhaupt weten wat ik ga overvallen. Oh jee, medewerkers. Hallo. Hallo. Hallo meneer. Hallo, ik kwam per ongeluk. Ik dacht dat dit de politiebureau was, sorry. Ze lijken zo op elkaar. Oké. Doei. Doei. Oké, jongens, dat heb ik heel slim gespeeld. Totaal niet. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik wou gewoon even binnenkijken, maar ik had niet verwacht dat er mensen zouden zijn. We hebben hier een speeltuin. En daar een... Oh, waar moet ik serieus het politiebureau in? Moet ik daar dingen gaan stelen? Ventilatieschachten, weet ik veel. Oké, laten we eerst hier naar binnen gaan en kijken hoe ik dit ga doen. Oké, ik ga op mijn nachtwaak. Blijven jullie hier bewaken? Oh, hallo. Hallo, agent. Hallo. Je bent de redder van de stad. Dag. Dank u wel. Goeiedag. Goedenavond. Kan ik ergens mee helpen? Zou ik even snel het toilet mogen gebruiken? Ik moet heel nodig plassen en de bank van de bank mocht het niet. Ik denk niet dat het helemaal de bedoeling is. Ja, maar anders plas ik echt letterlijk hier op de grond. Ik kan het even aan mijn baas vragen, maar dan ben ik over 5 minuutjes terug. Dat is prima, dat is goed. Doe maar. Oké, dan gaan zij kijken. Dan ga ik even, wat is hier? Elektronische beveiliging. Oké, dus hier kunnen we niet doorheen. Scan uw pas. Daar ook. En daar hebben we een bewakercel staan. Ja, dan kan ik ook niet hier achter de balie gaan zomaar, denk ik. Ik heb geen pas of zo. Wacht, ik heb de walkie-talkie. Ik ga het eerst zelf uitzoeken. Wacht, laten we even kijken wat we nog meer kunnen vinden. Hij is toch 5 minuten weg? Oké, wat hebben we hier? Hier hebben we een grote garagedeur. Is niet voor mijn gevoel echt een manier hoe ik van buiten naar binnen in kan breken. Niet via de zijkant hier. Dus ook denk ik nee. Zie je, dit is ook helemaal plat. Oh, hij is terug. Hij is terug. Kijk, sorry. Mag het? Ik wilde al bijna buiten gaan plassen. 1 woord. Hij zei nee. Echt? Nou, dan ga ik hier op de grond plassen. Mag dat? Ik zal vast het wel halen. Ik kan gewoon proberen. Ik kan je toch niet doorheen? Dat is letterlijk beveiliging. Hallo? Wacht, ik ga via mijn walkie-talkie. Hallo? Oh mijn god, ze zijn hier in de speeltuin. Wat zijn ze hier aan het doen? Nee. Goedendag, heren. Mag ik vragen wat jullie zo laat op deze avond hier aan het doen zijn? We zijn aan het wippen. Wippen? Ja. Aan het wippen? Ja. Op de wipwap? Ja. Zie je dat niet of zo? Kunnen jullie over hier komen? Waar? Nee. Ja. Oké, ik wil dat jullie heel even... Oké, wat is hier gaan? Oh. Ik wil dat jullie heel even hier deze blaastest gaan doen. Blaastest? Oh god, ze zijn de pineut. Ze zijn 100% de pineut. Alsjeblieft. Nee, kom hier terug. Kom terug. Oké, jongens, kijk. Ik zie dat hij heeft... Ik weet niet wat het is dat hij in zijn handen heeft. Maar hij heeft volgens mij zo'n pasje in zijn handen. Dus misschien heb ik die nodig. Maar hoe ga ik daaraan komen? Ik ga het gewoon aan de buurman via de ding vragen. Aan de hippies. Jongens, hallo? Horen jullie mij? Hallo? Ja. Ik heb een pasje nodig om binnen te komen in het bureau. Want ik heb blijkbaar... Moet ik allemaal dingen uit het politiebureau stelen? Ik weet niet of dat een zaak is, als ik er eerlijk ben. Ik hoop dat de verbinding goed is.
Maar ik hoop dat dat niet onze zaak is, want wij hebben de pasje ook niet. Ja, maar ik kom toch niet binnen anders, weet je? Er staan mensen voor die deuren. Daar kom ik toch niet langs? Ja, maar ik zie je staan. Ik loop er vanuit toe. Ja, maar. Ik kom daar toch niet binnen? Hoe willen jullie dat ik dit doe? Ja. Ja, ik... In de stad is ook weer te vinden. Misschien in een put of zo, of in een huis, of in een winkel. Niet, er overal zijn. Weet je wat? Ik ga wel gewoon een pasje zoeken, inderdaad. Ja. Ik hoop dat je het kan vinden. Kom maar goed. Laten we in deze winkel hier kijken. Wat is dit voor winkel? Hallo? Dit is een soort doolhof. Goedemiddag, wat ben ik blij om jou te... Ik ben helemaal happy. Ik ben heel blij dat jij hier in mijn winkel komt. Hallo? Hallo, ik weet niet of ik spijt heb dat ik hier naar binnen ben gelopen. Ik weet het niet, maar ik ben heel blij. Kom hier, ik laat je alles zien van mijn hele mooie winkel. Ja, dit is een ding. Verbouwing. Weet u wat voor de winkel dit is? Wat voor winkel ben ik ingelopen? Dit is een carnavalswinkel. Een carnavalswinkel? Ik ben een Italiaan in een boerenpak. Oh, hey, nu ik hier ben, mag ik even naar je beste... Wat voor pak heb je allemaal? Ik zal je laten zien. Dit is, weet ik niet, voor de pak. Maar ik heb een speciale pak, die is net naar binnen gekomen. Kom maar mee. Wacht. Als hij een politiepak heeft, zou vet handig zijn. Die heb ik er zeker. Heb je een politiepak? Ja, voor de carnavalen, je weet wel. Oh, wat is dit? Even speciaal. Kijk, hier, deze de blauwe. Dit is net binnen gekomen uit het assortiment. Ah, kijk maar, jongens. Maar, je mag het niet... Je kunt, want ik word heel veel gestolen hier. Maar dat moet u niet doen. Nee, oké. Okay. Ik wil niet stelen, dat is logisch. Nee, precies. Ja, dat weet ik niet. Dan moet ik even uit mijn boekje kijken. Doe jij even in je boekje kijken en dan ga ik hem tussentijd gewoon stelen. Zo, jongens. Kan ik passen in de tussentijd? Ja, je kan hier even kijken, hoor. Je kan hier... Ja? Kom maar. Is dit een pashokje? Neem het dan maar mee. Dit is hier een pashokje, denk ik. Ah, oké. Okay. Dan ga ik even passen, okay? Ja, succes. Ik doe hem even aan. Ja. Kijk, jongens. Doe ik hem zo aan. En dan in de tussentijd doe ik mijn headdoek off, zeg maar zo. Zie je? Dan heb ik gewoon mijn gezicht zonder dat rare dingetje. Oké, dan moet ik die even zo op mijn hoofd ook doen. Kijk, nu ben ik echt een agent. Goedendag, gaat alles hier goed? Oh, meneer de politieagent, hallo. Dat is een daadwerkelijk agent. U wilt er toevallig ook iets te kopen hier? Oh, ja, ik wil gewoon een patrol aan doen. Oh nee, dat is heel fijn, want het is een avondwinkel. Ik zie dat maar die is verkocht. Ja, zeker. Ik heb hier net mijn nieuwe assortimenten. Die is hier nou aan het passen. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, okay, dan hoop ik wel dat hij betaalt, ja? Dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Maar voor de rest is er niks aan de hand, meneer de politieagent. Is goed. Ik zal blijven dichtbij zijn om te kijken of hij betaalt. Dank u wel, meneer de politieagent. Anders zou hij je terug moeten geven. Ja, precies. Zo, ik heb niet eens geld. Nou, hier de outfit. En dan kom ik zo terug voor het geld, oké? Ja, dat is helemaal prima. Ik zal het voor u bewaren. Want u wil het reserveren of... Ja, reserveer het maar voor me, joh. Het is helemaal prima, dan zou ik het hier achter zetten. Yo! Oké, jongens, laten wij even kijken of we wat geld kunnen regelen. Want ik heb ook helemaal geen geld. Hij is de agent die zegt van alles aan het opschrijven. Laten we gewoon bij de huizen langs gaan. Kijken of mensen zich gaan gewoon bedelen. Hallo? Niet thuis, sleutel bij buren. Oké. Okay. Prima. Dan gaan we naar de buren. Dat is heel raar dat je dat zo op een bordje dat wordt dan voor 75 euro van illegaal in een put zitten, meneer. Oké, laten wij hierheen gaan. U kunt hier het boekje signen. De buren. Hallo? Is er iemand thuis? Hallo? Er is niemand thuis. Kijk die agent niet? Oké, dan gaan we naar binnen. Oké, we zijn een soort van aan het inbreken. Dat betekent... Het masker gaat weer op. Laten we even kijken wat we kunnen vinden in dit huis. Ik moet oppassen dat ik niet gespot word door de agent. Laten we zo snel mogelijk ook gaan. Coin? Oh, kijk, gewoon geld. Ah, we zijn geld aan het stelen. IJzeren sleutel voor bij de buurman. En dan hebben we best wel wat geld. Dan hebben we 8 gold. Ja, ik had eigenlijk even moeten vragen hoe duur het was. Oké, laten we snel naar de buurman gaan. Ik mag niet gespot worden. Dus we gaan gewoon zo snel mogelijk rennen. Oké, we hebben hier de sleutel. IJzeren sleutel. Hoppakee. Ik weet niet waarom de buurman die zo bij hem had. Maar weet je, ik vind het prima. Laten we kijken of we nog meer hier. Hoppa, nog meer geld. Zoveel mogelijk geld stelen. 100% zit hieronder ook nog eentje. Juist. De keycard. Ah, kijk, ik heb hem, jongens. De keycard is gespot. Oftewel, we kunnen nu, als we de outfit kopen, kunnen we naar binnen in het politiebureau. Oh, hier is nog meer geld in de appel, hè? En dan doen we even alsof we daar... Alsof we daar werken. De agent achter de balie had mijn gezicht nog niet gezien. Omdat ik mijn dieven outfit op had, wat best wel verdacht was. Maar dus ik denk dat we daar legit nu gewoon naar binnen kunnen. Wow! Wat is dit voor lijpplafond? Damn! Zit hieronder nog iets of zo wat ik even moet zien? Nou, okay, ik heb 23 dingen. Misschien dat hierboven nog iets zit. Nee. Ik heb 23 golden coins. Misschien is dat wel genoeg. Laten we de masker weer even afdoen. Zo. Moet mezelf niet al te verdacht maken, hè.
Meneer, ik ben terug! Oh, goedemiddag! Of ik bedoel, avond. Wat een domme van de Ik ben er weer! Oh mijn god, wat heb jij een dolf hier? Excuses, dat heb ik er zo voor gekozen, omdat ik dat een leuke vind om in mijn vrije tijd de dolf op te spelen. Dat snap ik. Hey, hoe duur is dat pak eigenlijk? 25 coins. Ik ben zo terug, ik heb er maar 23. Oh jeetje. Ik heb er 2 gemist. Okay, misschien dat die laatste, ik heb die huizen nog even een keer goed gekeken. Gewoon, ik heb het laatste huis hier nog niet eens bekeken. Misschien dat ik hier de... Oh mijn god, een computer, wat cool. Of een scherm bedoel ik. Maar misschien dat hier daadwerkelijk gewoon de Oh mijn god, ja, hier zijn ze ook gewoon. Bruh. Het zijn er zelfs meer. Het zijn er gewoon veel meer zelfs. Wat is dit? Een fornuis! Ik snap hem! Cool, leuk gedaan. Wat is hier beneden? Kijk of... Niks. Oké, dan heb ik denk ik nu wel elk huis gehad. Oh, ik moet zo... waarom zijn er zoveel agenten hier buiten? Oké, laten we gelijk mijn hoedje weer afdoen. En dan kunnen we nu wel betalen. Meneer Italiaan, ik ben... Oh, ik vind het niet leuk dat ik jullie stemmen hoor. Waarom zijn jullie hier? Oh, ja, ja. De meneer... Hij moest naar huis en hij koopt bij ons, weet je wel. Ja, hij had honger en hij koopt bij ons. En ik vroeg het even of hij het kon overnemen. Ik hoef het niet te weten. Ik vind het prima dat jullie hier staan. Neem het. Ik had volgens mij was 25, dus ik wil wel mijn wisselgeld. Oh, ja. Bedankt. Ja? Ja. En dan wil ik ook een outfit. Ja, ik weet niet waar het ligt. Oh, daar. Dan gaan we bank overvallen en dan moet ik dit kopen. Ik kon net zo goed de outfit stelen. Waarom heb ik hier überhaupt voor betaald? Ja, jongens, dank jullie wel. Ik voel me echt agent. Ik ga nu politiebureau inbreken, oké? Ja. 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 Doei. Oh, ze zijn nu alweer planten aan het ruiken. Oké, jongens. Ik heb nu de politieauto, dus ik ben vanaf nu een agent. En ik kom me aanmelden voor, niet voor de eerste dag. Ik ben een uitwisselingsagent. Verzin het, collega. Goedendag. Mag ik uw keycard zien? Absoluut, zie je. Ja, dat is goed gekeurd. Prima. Top. Rex, hè? Dank u. Oké, jongens, we zijn hier nu in. Hier was het toilet. Ik kom wel naar het toilet. Wat een oplichter was die ene agent. Was hier gewoon het toilet. Oh, vreselijk. Oké, ik ben nu in het politiebureau. Nu gaan we even kijken wat we precies nodig hadden. Archief 2 moesten we zijn ventilatieschachten, verhoorkamer 2, bewijskamer en de kantine. Die zijn de kantoren. Ik moest niet bij de kantoren zijn, dus die kunnen we skippen. Oh mijn god, het is het groot hier. Archiefkamer 1. Moest ik daar? Nee, ik moest in 2 zijn. Laten we even kijken hoe er zo eentje uitziet. Een archiefkamer, gewoon zoals ik kon verwachten. Daar kan ik doorheen lopen, ik voel het. Ik wist het, maar wacht even. Misschien dat ik dan te hard verstapel loop. Oké, dit is, lijkt op de kantine, maar is het ook de kantine? En daar had ik nodig een frikandelbroodje. Ik denk niet dat dit de kantine is. Maar ik kan altijd proberen om te kijken. Het is misschien inderdaad niet de kantine. Oppassen, want er lopen wel heel veel agenten hier binnen. Dit zijn cellen. Oké, ik moet niet naar boven gaan. Ik moet eerst even die archiefkamer vinden. Cel 4. Allemaal hoofden. Oké, jongens, nu heb ik een rondje gelopen. Laten we dan gewoon door dat schilderij lopen. Kijk wat we kunnen vinden daar. Moet wel snel zijn voordat mensen doorhebben dat ik hier eigenlijk helemaal niet thuis hoor en geen agent ben. Dus, oep, waar zijn we nu? Oh, dit is in een cel. Oh, dit is goed om te onthouden. Oké, laten we dan wel via deze kant weer teruggaan. Dit is goed om te onthouden. Laten we naar boven gaan. Waar zijn we? Grote ruimte. Verhoorkamer. Moest ik in de verhoorkamer zijn? Ja, verhoorkamer 2 moest ik zijn hier. En dan moest ik stelen een schep. Oké, maar ik zie geen schep. Ik ben in verhoorkamer 2, toch? Ja. Oh, dit valt ook onder voorkamer 2. Waar ga ik hier een schep vinden? Huh? Ik weet niet of die hippies mij goede informatie hebben gegeven... of dat ik naar voorkamer 1 moet. Dat ze gewoon zo stoned waren. Oh mijn god, daar is hij. Ik wou zeggen, wat is er mis met mij? Hij zat in het plafond. Goed verstopt. Oké, we hebben een schep. Laten we die even stiekem hier stoppen. Zo. Dan kunnen we die afvinken. Dan moeten we nu nog naar de andere ruimtes toe. Dus laten we even kijken wat we vinden en dan gewoon daarop anticiperen. Wat zijn dit voor? Oh, dit zijn gewoon kantoortjes. Maar die hebben wij niet nodig, kantoortjes. Laten we even de andere kant pakken. Daar ben ik nog niet geweest. Wat is dit? Archiefkamer 2. Daar moest ik zijn en daar moest ik stelen. Kluiscode. Oké. Oh mijn god, dit is beveiligd. Maar ik kan er wel doorheen kijken. Oké. Alleen daar kan ik niet komen, maar ik kan daar wel kijken. Papier. 8. Papier. Oké, ik heb een 8. Maar daar kan ik niet doorheen. Dus misschien moet ik dit openen of weghakken met iets of zo. Ik heb een koevoet nodig. Dus misschien dat ik met die koevoet deze kamer wel in kan. Oké. Dit ziet eruit als de kantine. Oké. Of niet? Is dit de kantine? Staat nergens dat dit de kantine is, volgens mij. Maar het lijkt wel op de kantine. Dan heb ik een frikandelbroodje. Waarom heb ik een frikandelbroodje nodig? Weet je wat? Dat is mijn laatste prioriteit. Laten we die als laatste pakken. Oké, nog 1 verdieping omhoog. Wat vind ik dan hier allemaal? Wat is dit? Ventilatieschacht is hierboven. WC. Cameraruimte. Moest ik daar zijn? Nee, maar ik kan wel even kijken. Cool. Wat is dit? Gouden ladder. Oké. Die neem ik vast mee voor de toekomst. Misschien dat ik die later nog nodig heb. Ik denk hier. Oh, trouwens, die heb ik nu gewoon nodig. Want ik moet in de ventilatieschacht zijn, want daar vind ik de koevoet. Oké, gouden ladder. Maar ik denk dat ze dan alsnog... Ik plaats hem gewoon hier. Het zal wel goed zijn.
Zo? Oh mijn god, dit zijn de ventilatieschachten. Nee, het is een dolf. Ik heb mijn lantern weer nodig. Nou, laten we het dolf doorgaan en kijken of ik hier mijn koevoet kan vinden. Gelukkig weten jullie allemaal, jongens, dat ik een expert ben in het uitvinden van waar ik heen... Ik ben weer bij het begin. Laten we gewoon verder lopen. Dit is, loopt weer dood. Hierheen. Ja, kijk, dit is de lange gang. Lange gangen zijn altijd goed, jongens. Dit voelt goed. Dit voelt goed. Het voelt alsof ik de goede kant op ga. Oh, een deur. Een deur. En het is een kist met daarin een koevoet. En het is ook daadwerkelijk gewoon een grote koevoet. Oh, dit is echt cool. Die koevoet is echt heel cool. Oh, nu moet ik mijn route nog terugzoeken. Dit loopt dood, maar ik ga alsnog erheen om te kijken wat er zit. Het liep inderdaad dood. Oké, we zijn weer terug hier. Nu moet ik oppassen dat ik niet gespot word. Laten we de koevoet eventjes ook hier doen. En die had ik namelijk nodig voor... Gok ik can break iron bars. Ja, dat bedoel ik hier. Top. Uh-oh. Ik hoor een collega. Laat hem even een beetje vermijden. Dat we hem niet zien. Was het op de vorige verdieping? Volgens mij wel, hè? Oké, laat ik de koevoet meenemen naar die ruimte. Kijken of ik daarin kan breken in die ruimte waar ik moet zijn. Hier in de archiefkamer. Maar als het goed is, is hier een collega. Oh mijn god, dat was echt heel close. Ik moet echt oppassen. Kijk, die lopen hier ook. Waarom lopen ze hier allemaal? Ik ga gewoon naar binnen. Niemand die door heeft. Let op. Oké, net op tijd. Laten we shift inhouden. En laten we dan nu dit hier breken. Zodat ik er doorheen kan. Zo, met de koevoet. Om nog meer dingen te vinden. We hadden een 8, we hebben een 6. Oké, 6 en 8, ik neem ze mee. 8 en 6. Dan hier hebben we een 3 hebben we erbij. En dan gok ik dat we er nog 1 nodig hebben. Kijk, daar. Een 2. Is dat alles? Oké, dat klinkt als alles. Dan hebben we een 2, een 8, een 6 en een 3. Laten we dit maar even terugplaatsen. Alsof ik hier nooit ben geweest. Oh, ik moet even oppassen. Niemand die hier buiten staat. Top, let's go. Dan heb ik nog nodig... Ik heb de kluiscode. Ik heb een koevoet. Ik heb de schep. Ik heb alleen de TNT niet. En het frikandelbroodje, maar die is in de bewijskamer. Dus laat ik nog 1 verdieping omhoog gaan. Of ik hier een bewijskamer kan vinden. Weer een toilet. Zijn er genoeg toiletten? De oplichters. Ha, de bewijskamer. Kijk. Oh nee, het zijn heel veel kisten. Ik ga in één keer de goede pakken, let op. Hè. Hier, boom. Oh, ik heb wel heel veel gevonden, maar ik weet niet of het gelijk de goede is. Amsterdamse plant. Laat ik die voor onze grote vrienden meenemen. Kristals. Oh, dit is gewoon allemaal drugs trouwens. Oh, laat ik dit trouwens maar niet meenemen. Maar wat had ik ook weer nodig? TNT. Ik dacht even dat ik in één keer de goede had. Dat had ik heel cool gevonden. TNT. Oké, eentje maar. Is eentje wat ik nodig heb? 3 keer heb ik nodig. Nou, laten we even 3 keer TNT vinden. Is niet al te moeilijk volgens mij. Passen dat er geen agent binnenkomt lopen. Nog een TNT. Deze zijn allemaal leeg. Dan betekent dat hij in deze kist hier ligt. Nee, in deze kist hier. Nee, in deze kist hier. Nee, in deze hier. In deze hier. Wat is dit? Huis van Kabouter Plop. In deze hier. In deze hier. In deze hier. In deze hier. Ik heb hem gemist. Ik ben blind. Ik heb hem 100% gemist per ongeluk. Ik vind het cool dat alles een naam heeft. Laten we trouwens gewoon ook geld stelen. Ik bedoel, nu ik hier toch ben. Nou, daar heb ik trouwens geen tijd voor. Ik ben blind. Ik heb hem niet gevonden, de laatste TNT. Zit hij dan toch in een van deze die allemaal leeg zijn? Oh mijn god, is dat gewoon hier. Oké, jongens, dan hebben wij volgens mij alles. Behalve, moet ik echt een frikandelbroodje halen? Waarom nou weer? Ik heb gewoon alle belangrijke dingen. Ik durf te weten dat ik dat frikandelbroodje niet nodig heb om de bank te overvallen. Oké, maar zij zijn bij elkaar. Zij zijn in de kantine of zo. Wat zijn ze aan het doen? Is dit de kantine? Nee, toch? Dag, collega's. Ik ben nieuw in dit politiebureau. Uitwisselingsagent. Weet je, kunnen jullie me even wijzen naar de kantine? Ik heb geen idee waar de kantine is. Hoezo niet? Werk jij hier niet? Ik werk hier ook pas net. Oh. Oh, nou, ik zoek hem wel. Dank jullie wel. Succes. Hoezo weten ze niet waar de kantine is? Normaal dat er toch een kantine is. Laat ik oppassen met hier doorheen lopen. Hoe ga ik de kantine vinden? Ik moet even iemand verleiden om me naar de kantine te brengen. Op hem niet verdacht. Dit is toch gewoon de kantine? Niks lijkt meer op een kantine dan dit. Maar ik heb hier in elke barrel gekeken. Oh mijn god, daar is een barrel. Oh, dat is geen barrel. Waarom is hier een stukje plafond weg? Dag collega, ik dacht dat dit het was. Ik heb het gevonden, maar nee hoor. Dit is nep, dit is niks. Is dit dan toch de kantine hier? Ik ga gewoon elke kamer proberen. Ja, want hier staan computers. Lijkt me gek dat dit is gewoon een kantoortje. Dit is helemaal geen kantine. Dit is letterlijk een kantoor. Ik ben echt een idioot. Wacht. Dit is gewoon een kantine. Klaar. Dan maak ik het desnoods. Dit is vanaf dit moment de kantine. En ik ga hier een frikandelbroodje vinden. Collega, iemand heeft mijn frikandelbroodje uit de kantine gestolen. Kunt u even kijken naar de plaatsdelict? En wat gaat u hier doen dan? Ik loop met u mee. Ik heb mijn frikandelbroodje nodig. Mijn lunch is gestolen. Is goed. Ik wil graag mijn lunch hebben. Ja, maar het is gewoon nacht. Ja, maar er zijn toch andere collega's hier die misschien mijn broodje hebben opgegeten? Ja, maar dat kon je toch wat eerder aangeven? Hoezo? Dat is mijn broodje! Ja, maar je zei dat het lunch was. Het is nu echt gewoon na avondeten. Mijn leven werkt anders. I'm built different, oké? Oké. Kunt u helpen zoeken naar mijn worstbroodje? Ik zal helpen zoeken. Top, dankjewel. Ik heb hem hier gelaten, in deze barrel, hier in deze kast. Ja. En hij zit er niet meer in. En niemand zegt dat hij hem op heeft gegeten. En ik heb iedereen's adem geroken en niemand's adem ruikt naar een worstenbroodje. Oké, wacht, ik zal kijken. In ieder geval dat dit de kantine is, jongens. Hieronder zie ik hem liggen. Wacht.
Is dit een... Gadverdamme, dit is een barrel en dat ik niet hoor. Heeft iemand hem daar verstopt? Waarom? Wat een kleuters hier, hè, allemaal. Ja. Maar dank jullie wel voor het helpen, ik had het nooit zelf gevonden. Oké, is goed. Oké, jongens, blijkbaar was dit een barrel. Had ik nooit gezien. Het lijkt... Barrels mengen echt goed met andere blokken. Holy damn. Oké, ik heb alles. Dan ga ik nu op mijn nachtpatrol, komt-ie. Dan gaan we niet via zijn kant, dan gaan we via de andere kant. Anders moet ik weer met hem praten en dan lijkt het misschien verdacht. Komt ie? Daarop. Oh, maar dit is wel... Ik wil hier niet doorheen lopen, eerlijk gezegd. Want ik heb te veel... Hallo? Ik heb te veel bij me, ik moet wel naar de andere kant. Oh, kijk, hij gaat... Oh, wat een verwarrende collega. Zo, mijn nachtpauze zit erop. Ik kom je dienst overnemen hier. Heeft u genoeg gegeten van het frikandelbrood? Ik heb... Ik ga nu de nacht wacht. Oké. Cool, hè? Mag ik over het pasje nog zien? Ja, tuurlijk, hier. Nog één keer het pasje. Oké, die is denk ik wel wat goed gekeurd. Top. Kijk, dankjewel collega. Oké. Kunt u even die mensen daar achteraan spreken? Want ik had al eerder... Ik zag het al, die idioten daar. Ik zal ze aanspreken. Ja, spreek ze maar aan. Psst, hey. Jongens. Hey, kom. Ik heb... Kom. Het is heel vies om met jullie... Waarom zit ik met jullie in de speeltuin? Het is een plek voor kinderen, niet met vieze hippies. Ja, maar je leven geen kinderen. Ik lever geen kinderen, waarom is het niet speelt? Maakt niet uit, te veel vragen, te weinig tijd. Heb je alles? Ik heb alles. Ik heb alles bemachtigd. Oké. Jullie moeten hier wel weg, want ik moest jullie wegsturen. Ik ben vanaf nu ook een agent. Ja, maar mogen wij die idee hebben? Hoezo? Jullie de TNT? Ja, wat denken jullie zelf? We vinden dat interessant, cool en heel spectaculair. Oh mijn god, we willen die graag voor onszelf. Neem ze mee, neem het mee. Wil je ook het worstenbroodje? Ja. Ja, natuurlijk, het was die voor jullie. Dit is een frikandelbroodje. Geen worstenbroodje. Dat frikandelbroodje, weet ik veel, hetzelfde. Maar. Ga je maar vast in de bank kijken, dan... Ik doe wel mijn politie-outfit weer uit, oké? Want, zo. Ja? Als je nodig hebt, heb je een walkie-talkie. Ja, als we iets moeten doen, afleiden of zo, walkie-talkie bij je. Ik verzin het. Ik verzin het al. Doei. Ja, joe. Oké, waarom heb ik een schep? Ik heb een schep. Maar voor wat weet ik niet. Laten we in ieder geval kijken wat we hier allemaal kunnen doen. Kijk, deze keer kom ik daadwerkelijk hier binnen. Want nu was het mijn bedoeling. Ik wil graag een rekening openen. Hallo. Hallo, wilt u een rekening openen? Ja, voor 18 geld. 18? 18 geld. Oh, Oké. Papijn? Ja? Je moet even een rekening openen van 18 geld. Ja, is goed. Ga ik doen. Ja. Oh, en wist u al dat Bitcoin weer 20.000 heeft aangetikt? Echt? Dus, maar het was ooit veel hoger dan dat, dus. Ja, maar u kan nu uw Bitcoin ook kopen, hè? Echt? Ja. Ik wil geen Bitcoin. Oh. Ik vind het prima, hoor, maar ik ben bang dat ik mijn geld verlies. Oh, hey, terwijl ik aan het wachten ben, is het prima als ik even rondkijk. Ik vind het prachtig gebouw. Oh, ja, tuurlijk. Die heb ik ook een keer nagebouwd van het internet. Die kan laten. Oké, wat is dit? Cryptocurrency. Nee, ik wil geen crypto. Laat me met rust. Valuta's inwisselen. Oké. Hier kan ik dus valuta's inwisselen. Maar wat is daar? Daar is de code. Ah. Oh, en het is een optioneel. Het is een 50-50. Ik weet die code. Oké, het moet een afleiding zijn. hippies, hallo, horen jullie mij? Hallo, hippies. Ik heb de walkie-talkie brok op de grond geplaatst. Hallo, hippies, horen jullie mij? Geen verbinding goed. Hoor. Kunnen jullie een ruzie starten hier in de bank? We kunnen wel iets maken. Hoort u mij goed, meneer? Nee, heel meneer? Slecht. Ja? U heeft hier uw 18 geld. Oh, maar dan moet ik het geld ook niet inleveren. Alsjeblieft. Anders heb ik zeg maar dubbel. Oh, je moet het ook officieel daar doen. AMRO. ING AMRO, is dit? Oh, ik geef vervolgens mijn rekening terug. Hier heb je mijn geld. Ja, kijk, dankjewel. Dank u wel. Rekening nummer 8734. Rekeningnaam Max Saldo 18 geld. Meneer, ik vroeg om 18 geld, niet om 18 euro. Wij werken alleen met euro's. Oh, de en de crypto hoor ik net. Ja, dat klopt. En bit. En bit, dat is crypto. Kom nou hier, ik heb een afleiding nodig. Ja, ik krijg een afleiding. Ik versta er echt geen reet van. Ik zou iets proberen. Top, dankjewel. Ja. Oké, tussentijd jongens. De code gaat zijn 2368. 2368 is het wachtwoord, of de code. Maar ja, ik ga die natuurlijk niet zomaar invullen, want dan word ik betrapt. Ik heb ook nog een schep. Oh, daar komen ze. Oh god, daar komen ze. Jongens, ik heb een bom. Ik ben aan het Bond! Bond! Hier komen! Wat is er gebeurd? Ik blaas je op! Oké, jongens, nu snel mijn head doen we weer op. En dan gaan we, komt-ie. 1, 3, 6, 8. Hij is open! Het is van mij! Het goud is van mij! Oh mijn god, wacht. Ik heb een schep. Wat moet ik met die schep doen? Ik kan toch geen goud hakken met een schep? Jongens, waarom heb ik een schep?
Oh jee. Uh-oh. Uh-oh. De kluis is dicht en volgens mij staan er agenten voor de kluis. Oh nee. Ik ben een agent! Ik ben in de koffer! Meekomen nu, meekomen. Oh, ik ga meekomen. Mee. Ik ga mee. Meekomen. En volg mij. Ik volg jou. Als ik je kon vertrouwen. Je hebt begonnen over Bitcoin. Ik ken je 2 seconden. Het is niet te vertrouwen. Ik ga. Ik wil nu de rekening terug. Nee, het is mijn 18 geld. Nee, nu geef je het er. Geef het terug. Hier, te plaatsen, oké. Okay. Hier? Nee, de rekening. Als je nu die agent niet slaat. De rekening alsjeblieft. Oké, okay. Ik was een trotse klant. Ik ga een slechte review okay, en nu volgen. Yelp achterlaten. Dat moet je zelf okay. weten. hoe wisten jullie dat ik die bank ging inspecteren? Ik ben een koffer-agent. Stil alarm. Oh mijn god. Hoezo gaan jullie achter? Oh nee, zeg maar niet dat jullie ook zijn aangehouden. Oh mijn god. Meekomen. Ik wil toch niet, duwt me weg. Het was trouwens niet mijn frikandelbroodje. Ik heb je bedrogen. Oh nee. Hier. Jullie hier in de cel. Oh jee. In de cel, allebei. Met z'n tweeën ook. Mag ik alsjeblieft niet in twee? Ik wil niet in twee. Hier komen, hier komen. Oh, wat? Hier. In deze cel. Oh. Sneller. En nu? Je zult daar nu blijven. U heeft te veel gestolen. Ik heb niks gestolen. Ik wilde het stelen, maar uiteindelijk is het niet gebeurd. U heeft ingebroken in een legerbasis. Ja? U heeft nog allemaal andere dingen gedaan. Ik heb niet ingebroken in een legerbasis. Dat was iemand anders. U gaat hiervoor naar een psychiatrisch centrum. Psychiatrisch centrum, hallo? Dat wil ik. We gaan ze behandelen. Niet. Daar is een beroemde professor die dat goed kan. Oké, okay, maar het gaat prima verder met mij, dus ik vind het op zich niet nodig. Niemand zei dat. Auw, je doet hem alleen je blijft hier nu. Ik blijf hier nu, met allemaal mooie hoofden. Meneer, kijk eens. Waarom zit er een raam tussen ons? Meneer, ja, dat hadden we aangevraagd. Meneer. Hoezo is dat zo snel geregeld? Ik heb het niet eens zien gebeuren. Anders voelden we ons zo alleen. Ja. Maar... Maar veel succes in het centrum. Oh mijn god, ik moet echt naar het centrum. We wensen je succes. Wat doen jullie hier? Ik heb Bitcoin. Hou op. Oké, jongens, dit was voor vandaag de politiebureau en de bank. Vooral het politiebureau. We hebben hier allemaal hoofd van iedereen die meegedaan heeft. Behalve dan Elite Pester, maar die staat in de put verstopt. Jongens, ik vond het een leuke bankoverval. Ik heb merendeels natuurlijk in het politiebureau rondgelopen. En dat was ook de hele bedoeling, want het ging om een politiebureau. Met uiteindelijk een bankoverval. Mag ik uit de cel om jullie allemaal te zien? Dankjewel. Nou jongens, bedankt voor het kijken in deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En geef nu in de reacties een cijfer dat je... geef gewoon deze mappencijfer of deze creatie van de kijkers die hier achter mij staan te feesten en te dansen en te weet ik wat allemaal. Jongens, willen jullie nog wat zeggen? Ja, Bitcoin. Planten en Bitcoin. Dankjewel voor het kijken deze video. Vergeet niet te abonneren en te liken. Kijk nu lekker deze video, want dit is een vorige deel eigenlijk waarin ik de legerbasis heb ingebroken en toen ging ik een harde schijf stelen en op die harde schijf stond iedereen die niet geabonneerd was. Laat die even bezinken. En nu spreek ik laat graag wel te 4 plus B. Jongens, mee schreeuwen!